Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is alweer vandaag 21 januari 2018. Ja, ook even namens hun een hele goede morgen. Ja, ik ga het mijn haar even fascineren. En dan zou ik zeggen, heel veel kijkplezier gewenst weer vandaag. Dus dan wel weer een zondag. Maar ik zei de gek, heb dus een sollicitatiegesprek. Sollicitatiegesprek en dat op zondag. Ja, en dat op zondag, ja, precies. Ik weet nou niet hoe ik jullie neer moet zetten, maar oké, dat komt helemaal wel goed. Goed zo, hoop ik dat het goed gaat. Hoop ik niet, volgens mij, maar oké. Ja, ik zit nou met mijn telefoon, dus ja, moet ik wat gaan verzinnen of zo. Het even op dat moment. Als je weer gaat vloggen met je telefoon. Ja, ik moet even tussen iets gaan verzinnen. Want als we het alleen hier hebben niet te komen. Kijk, zo, nu gaat het wel goed. Nee, ik heb dus een sollicitatiegesprek, wat ik dus net al benoemde. En dat is dus bij een dierenasiel hier bij mij in de buurt. Dus, en dat dan om 2:00, dus ik ga mijn haar fatsoeneren. En dan neem ik jullie gewoon gezellig in mee, als ik daar ook een beetje mag filmen vanzelf. Want ja, dat hoort ook bij mijn leven, hè? Vloggen, ja. Dus, en daar zoek ik even mijn borstel, ja. Even denken, waar heb ik mijn borstel gelaten eigenlijk? Ja, ik ga even zoeken, mijn onderwerp. Mijn borstel, waar heb ik mijn borstel gelaten? Oh, dat is fijn. Blijf een meisje. Nee, nou lekker om 2:00 sollicitatiegesprek. Dus dat vind ik wel eigenlijk spannend. Dat heb ik eigenlijk al heel lang niet meer gehad. Dus ja, en ik ben nu 30. En dan zou je eigenlijk wel zeggen van dat ik het eigenlijk wel zou moeten weten en dat ik het eigenlijk al niet eens meer spannend vind. Maar ik vind het toch wel eigenlijk bijzonder grappig spannend. Ja. Dus, en het is dichtbij. Het is 18 à 20 minuten lopen. Zover is het niet. Maar ik neem wel jullie mee, want dat had ik jullie beloofd. Ja. Dus dan moet ik dat ook maar doen, hè, vanzelf. Dus ik zou zeggen, ik ga zo meteen eerst mijn hondje slapen. Even de hond in. Zodat ze even lekker los kunnen rennen. En vroeger is even een nachtje bij Roderick geweest. Die komt pas nadat ik weer terug ben van de sollicitatie. Dus ja, en dan wordt hij weer vanavond of morgen opgehaald. Dus stel hij wordt morgen opgehaald, dan is ook Foefe weer vannacht weer bij Roderick. Dus eventjes, gewoon even voor mezelf ook even, nou ja, niet rust, maar voor Foefe even rust. Want Foefe die is ook dit even niet helemaal gewend, maar dat maakt niet heel veel uit. Nee. Dus ja, en dan ben ik wel blij. Kijk, maar je zegt zo. Nee, jullie kunnen het nou niet zien, dat vind ik jammer. Zo, en zal ik eerst even voor en voor de gein is eigenlijk een pony laten zien. Dan zal mijn moeder wel weer gaan schreeuwen. Ja, hier moet je pony af, je haar afknippen. Nee, doe ik niet. Jammer. Hup. Moet ik het wel goed doen, hè, gezellig allemaal. Ik zie er even nog even moe. Ik wil wel gewoon wat anders zeggen, maar dat werkt niet, hè. Ja, kom maar aan, hoor. Zo. Zo lang is mijn pony, mensen. Ja. Zo lang is mijn pony alweer. Dus ja, ik laat het lekker meegroeien. Ik had het altijd al gedaan, alleen vroeger toen mocht het, nou mocht, ja, maar voelt even op mijn moeder dat niet zo mooi.
Dus ja. En ik ga vandaag ook weer een shout-out filmpje opnemen. En voor de kanalen. Ja. Ik ga er 4 uitkiezen. En die laat ik dan weer aan jullie zien. In een ander filmpje. Die dan speciaal weer daarvoor online komt. Ja. Het is gewoon eigenlijk ook gewoon weer een soort van bonusvideo. En net zoals mijn GoPro vlogs. Zijn er ook gewoon. Ja, precies. Ook en ook gewoon eigenlijk een bonus video voor jullie. Ja. Vind ik wel leuk. En die moet ik ook nog gaan editen. Dus het gaat allemaal lekker zo. Dus moet ik deze video gaan doen. Dan moet ik dus de bonusvideo en dan nog de GoPro. Dus ja, ik heb het weer lekker druk. Joepie! Ja, ja, druk. Leuk druk. Lekker hè, meisje? Lekker! Hey, ga niet springen tegen mij, dat weet je. Oh, ja, 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 joh. Seikie. Lekker in het water of zo. Doe wat. Doe wat. Sta je er mooi? Joe, bosjes in. Lady, lovely. Hey, wat heb jij nou weer in je bek? Doe eens los. Goed zo. Lovely, wat zie je eruit? Wat zie je eruit? Lady, waar is Lovely dan? Ben ik klaar mee en met spelen? Ja, oké, okay, goed zo. Niet. Oké. Okay. Dan ga ik het water maar in. Hé, hey, water. Allemaal graaf hoor. Ik vind het goed. Je wordt licht. Nou, nog net even lekker in het park geweest. En daar hebben ze zich lekker kunnen uitleven. Wat jullie wel hebben kunnen zien. Ja. Dus nou is deze lelijk hier ook bij me. Hij is lelijk, hè mensen? Ja. Ik doe juist een blauw duimpje omhoog als je daarmee eens bent. Leuk. Ja. Maar wij gaan kort eens eventjes een challenge aangaan. Maar dat horen jullie waarschijnlijk niet aankomende maand, maar dan die maand. Want wij moeten eerst even gaan overleggen met die mensen. Waar wij dan ook naartoe gaan. Ja, welke datum zeg ik nog niet? Nee. Dat is dat. En dat gaan we nog niet zeggen. Dat is nog allemaal lekker geheim. Dat is nog allemaal lekker geheim. En merken jullie het vanzelf wel waar wij zijn geweest. Ja. Dat wordt gewoon alleen maar leuk en een groot happening. Met iedereen bij elkaar. Ja. Kom maar, kinderen, kom maar. Ja, kom deze kant op. Kom op de stoep. Ja, goed zo hoor. Keurig. Ja. Dus hij moet even brood halen bij de Rotvliet. Ja, dus daar gaan we even nu even die kant op. Nou, onderweg nu richting huis, ja. Lekker aan de wandel nog steeds, ja. Kom ik een man tegen, want hij was even boodschapjes aan het doen. 2 broden met snoepjes, wat? Ja. Oh, droppies, kijk. Daar word ik er weer blij van. Ja, yes. Nee, maar dan kom ik dus nou net een man tegen. Hij komt aan op de fiets. Hij ziet deze 2 schattige hondjes. Lady en Lovely. Allebei zitten. Doet zijn brilletje omlaag. Doet weer normaal. Gaat weer kijken. Mooie honden heeft u. Ik zie ja. Dank u wel. Maar die Lady. Dat is geen husky. Dan denk ik het wel. Nou zegt hij dat denk ik niet. Want ik train honden. Ik zeg dat is fijn.
Maar dan moet het een kruising zijn. Nou ja, nee, dat, nee, maar het maakt s'nachts. Het is wel een husky. Ik zeg maar, oké, dat maakt niet uit. Oh, nou, dan, en dan is het een kruising. Ja, dat klopt. Ik zeg zo. Ja, maar er zit toch geen husky in. Nou, dan toch lekker niet. En over die kleine. Wat is dat dan? Ik zeg, een bloemmellen border collie, hè, met een malamoed. Nou, dacht ik niet. Nou, dan toch lekker niet, joh. Ga je lekker je eigen gang en ga lekker de hoogvliet in. Doei, mazzel. Ja, toch. Of ik niet weet en wat voor kruising ik heb lopen hier al. Ik heb hier al gewoon 5 honden lopen hoor. Eigenlijk 2, maar als je het goed bekijkt heb ik hier al 5 honden lopen. Aan de lijn 5 honden. Bedodig pitbull en husky. Bloemellen border collie en met een malamoed. Dus ja, dan heb ik wel even 5 honden hier al lopen. Hè? Nou ja, ook dat vergeten mensen nog wel eens. Maar er zijn ook mensen hier in de wijk die mij kennen, die het wel weten. Oeh ja. Maar ze doen het wel netjes, ja dat weet ik. En wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, Lovely wacht. Lovely wachten. Keurig. Ja, kom maar. Over. Welkom. Ga je mee? Ja, wat doe ik het toch weer netjes toch? Nee dan. Heel netjes. Dank je wel. Schouderklopje. Schouderklopje, goed. En nee! Maar daar heeft onze challenge 2 wel en wel mee te maken. Ja, en de puppy brokken en die wil ze eigenlijk al niet eens meer. Dus ja, dan maar over naar en naar even. Ja, andere brokken. Ga je nou en nou niet spelen en met je brokjes? Niet. En je hebt hier alles overhoop gehaald. Crocs is dit. Spelen met eten. Ja, spelen met eten. Ja. Heeft ze hier allemaal overhoop gehad en nou gaat ze ermee spelen, ja. Als een puppy en maar zoet is, ja toch? Nee, die heeft genoeg gehad, ja. Hele verandering van die met Bernard deed. Dat schrok. Eigenlijk. Oké, okay, dat meer met van oud eten bij mijn auto even afstand nemen. En nu heel rustig eten. Nee, je bent een knap kindje. Ja, ik ga niet telefoon helemaal omdraaien hoor. Als een puppy maar vrolijk is. Ja toch? Zeker weten. Ja, we zijn weer de hort op. Lopend en nu zonnehondjes. Ik heb een beetje opgemaakt. Of jullie het zien, ja toch? Ja, ik ben een beetje opgemaakt. Een beetje maar hoor, een beetje mascara.
En ik ga jullie weer meenemen naar mijn sollicitatie. Ja. Dus dit wordt leuk. En straks loop jij aan die kant. Nou loopt hij nog aan deze kant. En straks loopt hij weer aan die kant. Ja. Ingewikkeld. Ingewikkeld, hè, weer, hè? Dan ben je helemaal niks meer van. Niet. Nou loopt hij nog aan die kant. Dus links wordt rechts en rechts wordt links. Dus daar komt er helemaal niks meer van. Nee, precies. Dus op je computer moet je dat omdraaien in het editprogramma. Ja, en dat is dan 180 graden. Ja. Ja. Dan zit er een effect op, dan draai je het om. 1 graad, 2 graad, 3 graad, tot 180. En zij zit zo, hup, 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 meteen 180. Ja, het is gewoon gelijk oversteken. Je hebt een cirkeltje dat je kan draaien, een cirkeltje dat je ook kan draaien. 3 cirkeltjes, je kan allemaal draaien. Ja, mooi toch? En daar is hij dus heel erg jaloers op. Ja. Dus deze vlog wordt eigenlijk gewoon eigenlijk Karin die gaat solliciteren. Echt? Zo, en zo gaat mijn vlog gewoon heten. Karin die op en op gesprek gaat bij haar sollicitatiebedrijf. Het bedrijf ga ik nog niet noemen. Want ik moet eerst weten of ik word aangenomen als vrijwilliger. Dus daar gaan we eerst naartoe. En dan zien jullie mij zo meteen weer zonder met zon, zonder zon. Als ik nou zo ga doen, dan zien jullie me niet meer. Nee. Zo, en wat komen we tegen? Hele mooie. Ganses. Ganzen, weet ik veel wat het is. Eenden. Ganzen hoor ik net hier al achter mij. Wou jij het ook vertellen dan? Oké. Okay. Dat is goed. Nee, en we zijn nog lekker lopende. Ja. En hun mogen al oversteken. Nou, wij gaan gewoon rustig aan doen. Want we hebben de tijd. Want ik moet daar om 2 uur wezen. En het is nu net kwart over 1 geweest. Dus ja. Dus ongeveer 18 à 20 minuten lopen. Dus rustig aan, zou ik zeggen. Ja. Heel rustig aan. Het is een mooi zonnetje ook. En ik mag filmen en vloggen waar ik wil, want het is openbaar terrein. Ha! Rustig, Ro. Rustig lopen, ja. Ja, wil jij heel gauw rustig gaan lopen? Ik loop helemaal niet. Hè? Huh? Ik loop helemaal niet, dus ook niet rustig. Niet? Nee. Nou, dat is mooi. Mooi autootje, mevrouw. Doe maar eventjes een autootje. Nou, ik deed... Oh, dat was mijn vinger. Ja. Ik deed dus net eventjes een leuk huppeltje daar bij de stoplichten. Zebra. Stoplichten. Ja. Ik ging een beetje raar lopen. Toen deed hij ook wat. En nou doet hij het niet. Nee, doet hij het niet meer. Stuk. Ik loop gewoon de trap af. Dit? Ja. En je stem achter, dat was niet te zeggen. Ja, goed zo. Gaan we nu doorlopen? Ja. Ik ben al een half uur onderweg. Nee. Echt niet. Lieve beest. Een uur lang. Echt niet. We zijn er bijna. We hebben het even door het bos gelopen. We hebben de honden thuis gebracht en we zijn weer verder. Hou je bek. Mag klappen. Ja, ik zijn al meer dan een uur onderweg. Nee hoor mensen, nee hoor. Hij loopt maar wat. Jullie moeten gewoon helemaal niks van hem aantrekken. Nee, helemaal niks. Nee. Niks hè? Helemaal niks. Heb jij nog wat te vertellen dan? Nee, ik heb helemaal niks te vertellen, maar ik moet het lekker houden. Over een broodje kaas. Broodje kaas verhaal. Ja, vertel. Nou, we zijn dus bezig. Alweer? Nog steeds. Nog steeds, maar wel gewoon alweer bezig. Ja, alweer nog steeds bezig. Met ideeën vergaren. Ideeën, maar dan nog steeds bezig en met ideeën uitwerken of nog uitwerken van ideeën. Ideeën moeten nog vergaard worden, dan worden ze opgeschreven en uitgewerkt. Opgeschreven, maar volgens mij heb je hem al opgeschreven in je hoofd, maar hij moet nog uitgewerkt worden. Uitgevoerd worden. Dank jullie wel mensen, doei! Nou, Rodi heeft het echt helemaal niet meer, nee. We kwamen net even... Mevrouw, mag ik wat zeggen? Uw rechter rit is vast.
Nou, heeft geen peters in uw blok, uw instapschoen. Sorry. Ja, maar dit is gewoon nu, man. Aan de lijn. Zeg maar zometeen. Oh. Meneer, uw rechter veter is vast. Hey, dag. Maar Rodi heet het dus eigenlijk niet meer, maar vertel waarom niet. Nee, even je zonnebril even af, kom. Vertel. Ja, goed. We waren hier aan het lopen. Er komt van links een ouder echtpaar de straat oversteekt met een hondje. Ja. En jij maakt een opmerking van meneer. Uw rechter veter. Even rustig, dank u. Uw rechter veter zit vast, dus hij stopt. Ja. Gaat kijken, ja, het zit inderdaad vast. Dat ging er wel heel erg in mee. Ja. Dus dit is gewoon leuk. Mensen grappen en rollen. Dat is leuk. Grapjes maken. Dus, Quinn, heb je deze gezien? Reageer even. En reageer ook even privé. Hey, Mr. Storytime, als je dit ziet, reageer ook eventjes hieronder. Maar reageer ook even privé als je wil. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Je mag ook even een e-mail sturen dat je ons gaat bellen, dat je een fax stuurt. Dat je even langs komt om ons te vertellen dat jij... Dus zeg maar. Mr. Storytime. Ja, ga verder. Je mag ook even langskomen. Dat je gaat vertellen dat je een fax stuurt. Dat er een e-mail binnenkomt. Dat je ons gaat bellen voor een afspraak. Dat we even bij jou langskomen. Ja? Ja. Kijk, hier ambulance. Landbouw. Hier kun je trouwens ook heel lekker eten, mensen. Dus wil je ergens eten? Hier kun je lekker eten. De landbouw. Ja. Hier kan je heerlijk eten. Top idee. En zo lopen we nog maar eventjes verder. Toch, niet dan? Ja. Heb je er een beetje zin in omdat en dat je goede vriendin een sollicitatie hebt? Heel erg, ja. Mooi. Ik zou het niet meer te doen. Grapjas. Idiot. Nou, wij zijn dus net bij en bij het dierenasiel geweest. Ik kan morgen, maandag 21 januari al beginnen. 22, sorry, toch? Ja, 22 januari al beginnen. Bijna. Beetje dagje kwijt, ja, maar dat maakt niet uit. Nee, ik zal de link even hieronder zetten. Wil je ook vrijwilligerswerk doen? Woon je hier al in Mariehoeve en Wassenaar in de buurt? Ik zou zeggen, gewoon je aanmelden, want ze hebben mensen nodig voor de hokken te schoonmaken voor in de ochtend. Dus ben jij nou een ochtendmens? Meld je even aan. Het zijn ook zo lieve, leuke dieren. En ze zoeken ook eigenlijk mensen die dus de honden aandacht willen geven. Nou, daar zijn wij dus nu twee van. Ja. Ja. Dus wij gaan gezellig de 22e beginnen. Ja. Hoe vind jij het? Leuk. Toch wel? Komen aandacht tekort. Hondjes dan. Ja. Jij toch ook al? Ik heb nooit aandacht van jou. Lief. Ah. Arme ziel. Ja, dan moet ik even al zo lopen, hè? Kijk. Ja, dan loop ik weer aan anderen. Haar in de war te maken. Heb je alweer aandacht gehad vandaag? Super. Mooi, goed zo. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vooral zeggen, ja, vind ik leuk dat ga zeggen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 4 uur komt er een video online. En dan zou ik zeggen, tot mijn volgende vlog maar weer. Doei!